We zijn inmiddels al in week 3. Leuk dat je meedoet. Deze week ga ik je iets vertellen over dat je afvallen kunt leren. De meeste mensen denken afvallen, dat moet ik toch kunnen. Al die slanke mensen die doen het ook allemaal vanzelf, dus ik moet dat ook kunnen. Maar als jij niet gewend bent om slank te denken en slanke keuzes te maken, als jij vaker overeet, dan is het echt iets wat je moet leren. En dat is heel belangrijk om dat te beseffen. Want zie jij deze challenge als een experiment waarin je dingen gaat uitproberen, waarin je gaat testen, waarin je nieuwe gewoontes gaat ontwikkelen, dan zul je zien dat het veel blijvender is. Vele malen blijvender dan mensen die zeggen, volgende week wil ik 6 kilo kwijt. Dat kan je wel zeggen, maar als ervaren diëter weet je ook dat die 6 kilo de week erna er dan weer bij zit. Nou, hier in deze challenge gaat het om stap voor stap veranderen. En als je niet focust op het resultaat, maar als je focust op de stappen die je te zetten hebt om te veranderen, dan lukt het. Niet alleen nu, maar blijvend. De stappen die je te zetten hebt met afvallen zijn er eigenlijk maar 2. Als je die onthoudt, dan kun je die overal op toepassen. 1 is bewust worden. Bewust worden van waarom je eet, waarom je te veel eet, wanneer je te veel eet. Dus iedere keer als jij eetdrang hebt of je eet te veel, moet je maar eens nadenken. Hey, is dit een incident of eet ik veel vaker te veel op deze manier? Want dan spreek je van een patroon. En het gaat om patronen doorbreken, dat is blijvend. Dus op het moment dat je weet wat je patronen zijn, dan kun je stap 2 inzetten. En dat is verantwoordelijkheid nemen. Ja, want je kunt wel alles weten van jezelf, maar als je niet verandert, als je niet in actie komt, dan word je ook niet slank. Dus op het moment dat je weet wat je patronen zijn, ga je bedenken, wat kan ik doen? Wat zijn mijn mogelijkheden? En je kiest een actie om dat te doen. Dus bijvoorbeeld, ik eet 's avonds op de bank. Hè. Vroeger, als ik dan moe was, dan at ik altijd te veel. Tot ik op een gegeven moment bedacht van, hey, ik eet heel vaak 's avonds op de bank te veel. Ik ben gewoon moe. Nou, wat kan ik doen? Een van de opties is natuurlijk gewoon naar bed gaan. En dat werkt direct. Dan voel ik en geen frustratie meer en word ik slank. Nou, dat is een simpel voorbeeld, maar zo zijn er talloze te bedenken. Ga voor jezelf na, wat zijn jouw patronen en wat kun je doen om die daar voortaan anders mee om te gaan. Dan verander je echt en dan komt dat resultaat vanzelf. En dat resultaat is dan ook blijvend. Niet alleen deze challenge, maar ook over 2 jaar. Succes!